De zomervakantie komt er weer aan, dus de netwerkbarbecues, de netwerkborrels en de hele shebang zijn weer in volle gang. En dat kan ik merken omdat ineens Durf te Vragen ook weer heel veel aandacht krijgt. Laatst gaf ik er weer een lezing over bij Denkproducties. Wat is er namelijk aan de hand? Die vraag, joh, hoe zorg ik dat ons netwerk zich maximaal met elkaar verbindt? Hoe zorg ik dat de bezoekers van mijn event ook op de borrel echt waarde halen? Die is nog net zo manifest als 2006 toen we Durf te Vragen bedachten. Dus dacht ik, misschien aardig om nog eventjes terug te halen wat Durf te Vragen ook alweer is en hoe je het op jouw event kan toepassen. Even een korte trip down memory lane. 2006-2007 belt Herman Dummer mij met de vraag, joh, de Performabeurs komt weer aan, grote P&O-beurs. We kunnen daar een stand vullen, heb je zin om dat samen te doen? Waar we toen achter kwamen was, hoe leuk is het als je de bezoekers van een event of een beurs niet zozeer van stand naar stand laat schuifelen, maar met elkaar verbindt om te kijken of ze wat voor elkaar kunnen betekenen. Daar is Durf te Vragen geboren. Dus mensen die elkaar niet kennen, met elkaar in contact brengen en stil laten staan bij de vraag, hoe kan ik jou een stapje verder helpen met wat jij voor elkaar wilt krijgen? Later heb ik daar samen met Martijn Aslander de hashtag Durf te Vragen bij bedacht. Die is op Twitter op een gegeven moment behoorlijk veel gebruikt. En als laatste heb ik daar samen met Fanny Koerts nog een boek over geschreven. Dus als je deze mini-tutorial uitvoeriger wil nalezen, dat boek kan je gewoon gratis downloaden. Zal ik ergens linken. Terug naar de kern dus van Durf te Vragen. Wat zou er gebeuren als je een netwerk kan creëren van mensen die bezig zijn met de vraag, hoe kan ik de ander een stukje verder helpen? Waarom is dat belangrijk? En we weten dat mensen blijer worden van waarde zijn voor een ander. Maar dat kan alleen als je weet wat die ander wil. Daar zit hem de crux. Want wie van jullie is er niet opgevoed met het adagium? Kinderen die vragen worden overgeslagen. Met andere woorden, niet boven het maaiveld uitsteken. Hou je mond, dop je eigen boontjes en ga vooral anderen niet tot last zijn. Dat is niet zo handig, want als we het dus hebben over BNG, bruto netwerkgeluk, dan kan je dat met name laten groeien door juist wel te vragen wat je wilt. Want als mensen blij worden van waarde zijn voor iemand anders, dan lukt dat het beste als ze weten waar die ander blij van wordt. Kortom, je moet wel vragen wat je wilt. Hoe pas je dat nou toe op jouw event, op je borrel, op je barbecue, binnen je netwerk? Doodsimpel. Je geeft iedereen de tijd om even stil te staan bij wat wil jij dat je lukt? En de volgende vraag is, wat heb je daarvoor nodig? Met andere woorden, maak je verlanglijstje en deel het met elkaar. Door je verlanglijstje met elkaar te delen, maak je het voor een netwerk mogelijk om met jou mee te bouwen. Stel je voor, je maakt kennis met iemand en je weet gelijk, oh, dit en dat is wat hij of zij nodig heeft. Grappig, ik kan hem helpen. Dan ga je de waarde van je netwerk echt vergroten. Dus heel simpel, kun je vanaf morgen op je event doen. Je vraagt mensen stil te staan bij wat je wilt dat hun lukt. En je vraagt een verlanglijstje te maken, al is het maar in hun hoofd, waardoor anderen mee kunnen gaan bouwen met wat zij willen. En dat verlanglijstje laat je binnen je netwerk, je borrel, je zomerbarbecue, whatever, zo breed mogelijk mensen met elkaar delen. Doe er je voordeel mee. Als je denkt, ik wil er meer over lezen, hieronder, boven, links of rechts, zal ik ook het boek, wat uit 2011 dateert, nog eens linken. Kan je gewoon gratis downloaden, hoef je geen e-mailadres en dat soort toestanden voor in te vullen. Durf te Vragen gaat er immers over dat zoveel mogelijk mensen dit met elkaar doen. Dus doe er je voordeel mee. En ja, ik vind het ook superleuk om er een lezing over te geven. Als je dat wilt, moet je gewoon even contact met mij opnemen. Ik hoop vooral dat we op deze manier veel gavere, veel verbondener netwerken gaan krijgen die op de borrel echt van waarde voor elkaar zijn. Dat is Durf te Vragen. Zo simpel is het.